Daar is iets fundamenteels mis in ons land. Een dossiertijger, een pitbull, ook iemand met een olifantengeheugen. Ik ben witheet. Vasthoudend, harde werker. Dit is de nieuwe Rutte-doctrine. Hij is dan ook iemand die wakker ligt daarvan. Dat is een bananenmonarchie, voorzitter. Hij is als slagroom, als je hem slaat, wordt hij eigenlijk alleen maar stijver. Jouw kandidatuur was voor velen een verrassing. Ja, ik denk wel oprechte emotie, maar ook wel een beetje theater. Ja, je ziet dat er eigenlijk al een beetje een verziekte sfeer is. Harde verwijten van Pieter Omtzigt. Natuurlijk ook nog steeds de vraag, gaat Pieter Omtzigt nou bijvoorbeeld een eigen partij oprichten? Ik zit daar niet voor het CDA. Dat daar weer snel een gelukkig huwelijk uitkomt, dat lijkt me heel erg lastig. Pieter Omtzigt dus zeg maar een kleine 20 jaar geleden lid geworden van het CDA en al snel Kamerlid geworden. En je ziet eigenlijk in die 20 jaar dat het CDA steeds kleiner is geworden. Het is voor ons natuurlijk een teleurstellende uitslag. He, bijvoorbeeld rond 2000 waren er 80.000 leden. Nou, dat is nu ruim de helft minder. En terwijl het CDA neergaat, komt Pieter Omtzigt eigenlijk steeds verder op met juist wel een eigen verhaal. Hij komt in 2003 in de Kamer. Hij stond op plek 51, dus plek 51, daar kwam hij toen nog mee in de Kamer. En hij profileert zich eigenlijk op dossiers waar andere Kamerleden zich moeilijk kunnen profileren. Die misschien wat saaier gevonden worden, maar hij weet daar toch iets van te maken. Pensioenen bijvoorbeeld. Hij stelt vragen over de pensioenregeling bij de Nederlandse Bank, over Nout Welling. Ja, en daar worden ook meteen wel weer vragen over Pieter Omtzigt gesteld. Waarom stelt hij daar zulke lastige vragen over? En daardoor wordt hij ook als lastig gezien, maar tegelijkertijd krijgt hij daardoor wel langzaamaan meer bekendheid in die jaren. Bij de volgende verkiezingen wordt Omtzigt herkozen, dat is in 2006. In 2010 komt hij eigenlijk op een vrij lage plek, gezien de peilingen, nummer 29. Maar uiteindelijk komt hij dan, omdat het kabinet weer gaat regeren, toch de Kamer in. Maar dat is overigens pas na een hele felle discussie in dat CDA. Want dat is dat beroemde congres wat er dan komt over wel of niet regeren met de PVV. Als je het groene briefje... We gaan met groen stemmen. Met groen gaan we stemmen. Ik ben CDA. Ik blijf CDA. Ik won nooit van mijn leven van de PVV. Ja, dat was echt... het meest spannende congres wat ik ooit heb meegemaakt. Doe dit de mensen in ons land niet aan. Doe dit onze partij niet aan. Doe dit ons land niet aan. Het ging over een hele elementaire vraag. Kunnen wij samenwerken met een partij die eigenlijk de godsdienstvrijheid aan banden wil leggen? Overigens was de uitslag uiteindelijk 2/3 voor samenwerken, 1/3 tegen. Dus je kan zeggen een ruime meerderheid. Maar nog steeds zeggen mensen nu die 1/3 eigenlijk die tegen was. En misschien waren het er eigenlijk wel meer... maar die wilde het CDA dan weer niet ten grave dragen. Daar is nooit echt een antwoord op gekomen. Maxime, jij bent een mens van vlees en bloed. Je bent een christendemocraat en houdt aan nieren. Jij zult onze idealen nooit verloochenen. Ik was er niet bij, maar het was wel politiek entertainment. Het CDA heeft er als gimmick, daar als afscheidscadeau voor mensen op het Binnenhof, zelfs nog dvd's van het congres gemaakt. Het was een hit bij de politieke junkies. Ja, Omtzigt speelde niet een hele prominente rol, want hij zat eigenlijk een beetje op de reservebank. Hè. Die zou pas de Kamer inkomen als het CDA daadwerkelijk ging regeren. Maar je had dus een groep die heel kritisch was en die vergaderde met elkaar. En hij was ook daarbij en heeft heel lang meegepraat. En de mensen daar aanwezig dachten eigenlijk, nou, hij gaat ook tegenstemmen. Maar puntje bij paaltje heeft hij uiteindelijk wel voor samenwerking gestemd. En dat zie je vaker bij Pieter Omtzigt. Hij roert zich intern, voert strijden voor wat hij belangrijk vindt. Maar hij stemt toch wel vaak mee met wat de partij wil. Uiteindelijk is hij toch loyaal. Nou, Pieter Omtzigt komt door dit congres ook uiteindelijk in de Kamer. Want mensen schuiven door naar het kabinet. En weer komt hij zo op die manier in de fractie terecht. 2012 is het anders. De partij wil hem helemaal niet meer op de lijst hebben. Maar Pieter Omtzigt komt in verzet. Hij trommelt mensen op vanuit het oosten, zijn achterban. En met veel hangen en wurgen komt hij op plek 39. In theorie nog steeds een onverkiesbare plek. Maar met voorkeursstemmen komt hij toch in de fractie terecht. En ja, dat verandert voor Pieter Omtzigt eigenlijk alles. Hij voelt dat hij daar een mandaat heeft. En was hij eerder al autonoom, nu heeft hij helemaal het idee dat hij zijn eigen koers kan varen. En in zijn boek schrijft hij daar ook over. En hij zegt dat hij eigenlijk van Kamerlid volksvertegenwoordiger wordt daarmee. Kijk, Pieter Omtzigt, aan de ene kant voelt hij zich dus enorm gesteund dat hij... met zoveel stemmen in de Kamer komt, maar hij houdt er ook een kater aan over. Want hij heeft het gevoel, ja, de partij moet mij niet meer. En dit is niet het eerste en zeker ook niet het laatste voorbeeld dat hij zich ja, eigenlijk tekort gedaan voelt door zijn eigen partij. En ik zei het in het begin al, hij heeft een olifantengeheugen, dus dat
speelt allemaal nog steeds door. Ja, ik volg de financiële portefeuille. Ja, en dan kun je eigenlijk niet op Pieter Omtzigt heen. Hij bijt zich in heel veel dossiers vast. Wat heel bekend is geworden is dat hij zich bemoeide met de Bulgarenfraude. Er is ontzettend veel belastinggeld verdwenen. Om vertrouwen te hebben dat ons belastinggeld goed uitgegeven wordt, moeten we zeker weten dat de fraudebestrijding goed werkt. Hij zorgde uiteindelijk voor dat Frans Wekers moest aftreden. En daarom hebben we besloten, mevrouw de voorzitter, om morgen mijn ontslag aan te bieden aan de koning. Ja, dat was toen ongekend en hij beet zich daar enorm in vast. Maar niet alleen in de financiële portefeuille. Hij gaat zich bijvoorbeeld ook met MH17 bemoeien. Hij zegt, waarom vloog dat vliegtuig daar überhaupt? Er zijn heel veel partijen betrokken bij deze zaak die er een heel duidelijk belang bij hebben om niet alles te laten zien, omdat ze ook zelf dingen van zichzelf niet willen laten zien. Je ziet ook wel, het CDA is er ook weer niet altijd blij mee. Hè. Ze zijn wel trots op hem aan de ene kant. En de fractie heeft groot respect voor de manier waarop Pieter sinds zaterdag hiermee aan het werk is gegaan. Maar op een gegeven moment dan krijgt hij ook een kamer binnen de fractie. En die kamer is zo gepositioneerd dat de afdeling voorlichting in de gaten kan houden welke journalisten daarin en uitlopen. En ik heb ook wel eens gehad dat je dan bij hem even langsgaat voor iets en dat binnen no time zijn voorlichter dan er stond, u had een vraag, of je had een vraag. Hij wordt wel in de gaten gehouden. Het ministerie wist het al 8 maanden. En al die 8 maanden zitten die ouders in de ellende, worden het huis uitgezet. En ze weten het wordt niet aan de commissies meegedeeld. Ja, zijn bekendste dossier is natuurlijk de toeslagenaffaire. Iedereen kent hem daarvan en daar heeft hij al jarenlang voor gewaarschuwd, samen ook met Kamerleden zoals Renske Leijten. Maar daar heeft hij zich echt in vastgebeten, terwijl zijn partij dat lang niet altijd wilde op deze manier. Hij is dan ook iemand die wakker ligt daarvan en echt denkt, ik moet dit onrecht bestrijden. Hij zegt altijd, wat voor mij het belangrijkste is, dat die ouders een genoegdoening krijgen, tegemoetkoming. Maar zoals we allemaal weten, dat is nog steeds niet geregeld. De val van het kabinet is wel gebeurd. Het onvermijdelijke gevolg, zelfs in deze coronacrisis, van het schandaal van de kinderopvangtoeslagen. Terug naar het CDA, een jaar eerder. De partij begint zich voor te bereiden op de verkiezingen en denkt eigenlijk dat het goud in handen heeft. Iedereen binnen het CDA zegt, wij hebben 2 fantastische kandidaatlijsttrekkers, Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra. En iedereen gaat er eigenlijk van uit dat zij onderling samen met het bestuur zullen uitmaken wie de nieuwe lijsttrekker gaat worden. Nou, en dan komt corona. En dat verandert eigenlijk het speelveld. Want waar iedereen eerst dacht, Hoekstra is de man. Maar door corona wordt Hugo de Jonge ook steeds bekender. Ploem weet eigenlijk de voorzitter niet zo goed wat hij daarmee moet doen. En besluit dan, ja, misschien moeten er dan toch maar lijsttrekkersverkiezingen komen. Maar eigenlijk op het moment dat Rutger Ploem dan dat beroemde filmpje eruit doet, hè, dus de aankondiging van de lijsttrekkersverkiezingen, weet hij nog niet of Hoekstra nou mee gaat doen. En je ziet ook in dat filmpje, hij gaat overal langs. Bij Volendam, waar Mona Keijzer woont, in Rotterdam, waar Hugo de Jonge woont, en bij het ministerie van Financiën. En daar zie je hem ook bellen. Het is achteraf van, je doet toch wel mee, Wopke. Maar nee, Wopke, die deed tot verbazing van een heleboel mensen niet mee. Nee, en achteraf voelt de partijvoorzitter zich enorm voor het karretje gespannen. Wij hebben verhalen gehoord achter schermen dat Hoekstra daarna echt de huid vol is gescholden tijdens een etentje door het partijbestuur. Wat ik uit dat filmpje nog heel erg interessant vind, Ploem rijdt daar rond met de nummer 1. Daar sprak ook nog enorm de hoop uit van als CDA kunnen we de nummer 1 worden en Rutte misschien wel verslaan. Ja, we weten inmiddels hoe de peilingen er nu voor staan. Dat lijkt heel ver weg. Uiteindelijk stelt Hoekstra zich dus niet kandidaat. Wel Hugo de Jonge, Mona Keijzer, op een gegeven moment ook Martijn van Helvert, Kamerlid. En ongeveer op de laatste dag, of ik geloof zelfs letterlijk op de laatste minuut zo'n beetje dat het kan, komt daar toch ook een mail binnen van Pieter Omtzigt. Die vooral omdat Hoekstra het niet deed, dacht, nou ja, dan doe ik het maar. Hij besluit dan toch maar om mee te doen, want hij is geen De Jonge fan. Hij had Hoekstra gewild, maar die doet niet mee. Bij die verkiezingen gaat dan ongeveer eigenlijk alles mis wat er mis kan gaan, organisatorisch. En het wordt ook superspannend. En er is een tweede ronde nodig tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. Beste Pieter, jouw kandidatuur was voor velen een verrassing. Hugo de Jonge! Ja, ik denk wel oprechte emotie, maar ook wel een beetje theater. Want wat de kijker niet weet, is dat deze 2 de uitslag hiervoor al hebben gekregen van de notaris.
Rutger Ploem, de voorzitter van de partij, die heeft dat meegedeeld aan De Jonge en aan Pieter Omtzigt. En De Jonge heeft ook daarvoor al gezegd tegen Pieter Omtzigt: jij gaat dat doen als running mate. We gaan dit samen doen. Je hebt zoveel stemmen gekregen. Wij gaan dit straks samen doen. En Pieter Omtzigt vat dat misschien wel heel letterlijk op. Want in Amerika is het zo dat als de nummer 1 weggaat, dat de running mate dan de nummer 1 wordt. En dat is nu waar een gedeelte van de ruzie over gaat. Pieter Omtzigt die wantrouwt eigenlijk die uitslag van de verkiezingen. Nou, er ging heel veel mis. Je ziet dan dat hij eigenlijk zijn eigen partij gaat bevragen als ware het een ministerie. Hè? Ik eis een tijdlijn. Pieter Omtzigt wil altijd overal tijdlijnen van. En ik wil voor 10 uur antwoord op de volgende vragen. En nou ja, je ziet dan dat er eigenlijk al een beetje een verziekte sfeer is. Want Omtzigt die wantrouwt die verkiezingen nog steeds en vraagt zich af waarom het niet door een notaris is geverifieerd. Hij heeft daar nog steeds vragen bij. Ja, maar je ziet die emotie van iemand die onverwacht aan de ene kant heel veel steun heeft gekregen, maar ook het gevoel heeft als deze verkiezingen 1 dag langer hadden geduurd, dan was ik misschien wel de lijsttrekker geworden. Collega, hij ziet lijkwit er slecht uit, die minister van Volksgezondheid. Hij ziet er gestrest uit. Er is eigenlijk steeds meer kritiek op het coronabeleid, hè? Het beleid van minister Hugo de Jonge, de lijsttrekker. Als CDA's vragen zich af, ook kan hij het nog aan? Het gaat niet goed, ook electoraal gezien, niet in de peilingen. Maar en kan hij het ook nog aan? Deze zware rol van lijsttrekker gecombineerd met het ministerschap van VWS, Volksgezondheid. Ik hou van de partij, ik geloof in het verhaal van het CDA. En ik had het heel graag allebei gedaan. Maar ik zie gewoon dat beide goed doen eigenlijk niet goed mogelijk is. Uit de partij hoor je wel iets anders. Dat er eigenlijk namelijk echt ook druk uitgeoefend is op Hugo de Jonge. En ondertussen Hoekstra al een beetje gepolst werd, zou je het willen overnemen? En Pieter Omtzigt, die dacht, ja, mij is een belofte gedaan. Daar was hij in ieder geval van overtuigd. En die dacht, nou ja, nou word ik gevraagd. Maar daar dacht het bestuur anders over. Ik denk dat het een goed idee is als Wopke de partij gaat leiden. Zeker in deze heel moeilijke omstandigheden voor het land. Waarom u niet? Achteraf kijkt Omtzigt met spijt terug op dat moment. Hij voelt zich echt voor het blok gezet op dat moment. Hij zegt, ik moest mijn steun uitspreken voor Wopke Hoekstra, terwijl ik misschien eerst nog even met hem wilde praten. Nou, binnen het CDA is er enorme hoop als Hoekstra de campagneleider wordt. Er zijn allerlei mensen die wel zeggen, oh, hier is de nieuwe Lubbers. En nu doorpakken, er komt een nieuwe kreet, er komt een nieuw kleurtje zelfs op de social media. Maar eigenlijk al vrij snel gaat alles mis in die campagne wat maar mis kan gaan. En ondertussen, zo horen we nu en zo is dan eigenlijk ook al wel een beetje te merken, wordt de verhouding tussen Hoekstra en de nummer 2, Pieter Omtzigt, steeds slechter. Pieter Omtzigt heeft een taak gekregen van het CDA. Hij mag het verkiezingsprogramma schrijven. En als Wopke Hoekstra dan lijsttrekker wordt, verandert hij dus ook een aantal punten aan, bijvoorbeeld iets aan het minimumloon. Dat is voor Pieter Omtzigt heel erg belangrijk geweest. En hij voelt zich echt aan de kant gezet door Hoekstra op dat moment. Ja, en als je dan, dat hebben wij natuurlijk ook wel gedaan, aan de voorlichters op dat moment vroeg van, gaan eigenlijk Hoekstra en Omtzigt ergens nog eens samen optreden? Dan kwam er zo'n antwoord, daar heeft eigenlijk niemand om gevraagd. Hè? Ze konden op dat moment of wilden op dat moment niet ook zeggen, Omtzigt zit voor een deel thuis en die verhoudingen zijn helemaal verstoord. Maar dat was natuurlijk wel duidelijk te zien. Ja, waar het CDA eerst nog droomde van goud, van die nummer 1 positie, wordt de partijvoorzitter achter de schermen al wat realistischer. En hij stelt zich iets ten doel. Een minimumgrens. Hij zegt tegen zichzelf, als ik onder die 15 zetels of minder, dan stap ik op. En het worden er precies 15. Ja, ik ben 12 weken geleden begonnen. En dit resultaat is natuurlijk zeer teleurstellend. Ja, Omtzigt haalt bij de verkiezingen zelf 342.000 voorkeurstemmen. Goed voor bijna 5 zetels. Ja, dat geeft hem eigenlijk weer opnieuw een mandaat om te doen wat hij zelf wil. En een kleine opluchting overigens bij Hoekstra. Hè, want er was natuurlijk wel de spanning. Zou hij meer voorkeurstemmen hebben dan Hoekstra? Dat was net niet het geval. Nee, je zou kunnen zeggen dat geeft hem dus weer opnieuw het mandaat om een eigen koers te varen in de Kamer. Maar hij zit op dat moment ziek thuis. Maar toch zorgt hij weer voor dat hij de meest besproken man van het Binnenhof wordt. Daar zorgen eigenlijk anderen voor. De formatie is terug bij af na een blunder van Kajsa Ollongren. Een blunder, zo bleek daarna, met verstrekkende gevolgen. Goedemorgen, mevrouw Ollongren. Blijkbaar wordt er rekening gehouden met een andere functie. Het CDA is natuurlijk boos, maar zelf ook verdeeld. Er staat een heel debat. Wat is daarmee bedoeld? Jij interviewt Rutte nog. Ik kan u wel zeggen, ik heb er ook even contact over gehad met Sigrid Kaag vanavond, dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij in ieder geval in onze gesprekken niet hebben gehad over
Pieter Omtzigt. Maar dan blijkt achteraf, nou, Rutte heeft het wel degelijk over Omtzigt gehad. En er komt een enorme discussie over macht en tegenmacht. Ik ga door als minister-president, maar ik ga natuurlijk wel ervoor zorgen dat ik het vertrouwen ga terugverdienen. Daar ga ik vreselijk hard voor werken. Het leidt bijna, denken mensen, tot het vertrek van Rutte. Maar Pieter Omtzigt zit ziek thuis, maar werkt ondertussen wel aan een stuk over wat hij vindt dat er allemaal is misgegaan bij het CDA. Goedenavond. Harde verwijten van Pieter Omtzigt in een vertrouwelijk document gericht aan zijn eigen partij. Het memo van Pieter Omtzigt, en meer dan 70 pagina's lang. Hij somt daar eigenlijk op hoe bij hem de grens wordt bereikt. Dat hij het eigenlijk zat is met zijn partij. Waar hij zegt dat hij er zijn best voor doet. Waar hij compromissen voor sluit. Waar hij eigenlijk telkens loyaal aan is. Ook al heeft hij daar niet zoveel zin in. Ja, en het wordt dan ook gezegd, het stuk is een bom. En dat is het ook. Maar het is ook een cri de coeur eigenlijk van hoe hij elke keer, volgens hem, wordt tegengewerkt. Ja, hij citeert bijvoorbeeld uit interne appjes over dat hij teringhond wordt genoemd. Ja, anderen zeggen daar weer van, ja, dat is echt niet representatief voor hoe hem werd gesproken. Maar hij ziet dat soort dingen wel als bewijs. Maar ja, ik word tegengewerkt. Kamerlid Pieter Omtzigt stuurde vanmiddag deze tweet. Nu een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren. En heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Als het maar even kan, dan installeert het CDA een commissie en zo worden alle verkiezingen altijd geëvalueerd. Ja, want deze commissie moet ook ervoor zorgen dat de partij weer vooruit kan. En binnen het CDA hoor je wel dat het een heel erg lastige balanceeract zal worden. Want deze commissie moet aan de ene kant kamp Omtzigt genoegdoening geven, dat die weer op het CDA willen gaan stemmen. En tegelijkertijd, als ze daar te streng zijn voor Hoekstra, ja, dan leidt hij weer aan gezichtsverlies. Maar ja, door dit stuk van Omtzigt, ja, al die beschuldigingen, daar zal toch een antwoord op moeten staan. Ja, veel mensen zeggen ook, het is vooral belangrijk of er dit keer echt iets gedaan wordt met die aanbevelingen. Tegelijkertijd is het natuurlijk spannend, ja, wat die aanbevelingen en conclusies van Spies precies zullen zijn. We nemen dit op voordat de commissie Spies haar rapport presenteert. Dus ja, ook voor ons is het nog afwachten. Wij zijn ook benieuwd. Nou, je ziet eigenlijk dat Marnix van Rij, de partijvoorzitter, de deur een klein beetje openhoudt. Die zegt, ja, Pieter Omtzigt is weggegaan omdat hij ziek was. En lid zijn van het CDA gaf onrust. Dan wilden mensen weten, wat gaat zijn rol worden in het CDA? Dus Marnix van Rij suggereert dat als hij weer de drukte aan kan en als hij weer beter is, dat hij weer terug kan komen in het CDA. Maar ja, voordat dat gebeurt, er moet er wel heel veel gebeuren. Het is natuurlijk ook nog steeds de vraag, gaat Pieter Omtzigt nou bijvoorbeeld een eigen partij oprichten? Nou, dat wordt niet onmiddellijk verwacht. En Omtzigt zelf zou daarover zeggen, nee, daar ben ik misschien A, niet zo geschikt voor. En B, ja, misschien trek ik wel heel verkeerde mensen aan. Want er zijn natuurlijk ook allerlei, bijvoorbeeld rechtsradicale types die Omtzigt aanhangen. Maar die hij niet bij een partij zou willen. En dan moet hij ervoor zorgen dat het dan niet verkeerd gaat. Dus dat is niet onmiddellijk de verwachting, maar goed, hij zou zich natuurlijk wel eventueel nog bij een andere partij kunnen aansluiten. Pieter Omtzigt heeft in zijn memo ook heel wat beschuldigingen neergelegd over wat er missen zijn gaan met de partijverkiezingen. Bijna dat de partij omgekocht zou kunnen worden. Ja, dat zijn zulke zware beschuldigingen. Dat daar weer snel een gelukkig huwelijk uitkomt, dat lijkt me heel erg lastig. Ja, maar hij zal in ieder geval terugkeren als Kamerlid, heeft hij zelf al gezegd. Want zoveel mensen hebben op hem gestemd, dus die verantwoordelijkheid die wil hij in ieder geval aan. Dus in het najaar zien we hem wel weer terug, in ieder geval in de Kamer. We blijven dit natuurlijk voor jullie volgen. En wil je nou vaker van dit soort verhalen zien? Abonneer je dan op ons kanaal.